Nederland is een nieuwe schaatsploeg rijker. Marianne Timmer, Annette Gerritsen, Margot Boer en Floor van den Brand zullen de komende 2 jaar in actie komen voor Team Liga. De ploeg werd in trainingscomplex Papendal aan de pers voorgesteld en dat ging natuurlijk gepaard met optimistische geluiden en doelstellingen. Het eerste doel is winnen op het Nederlands kampioenschap afstanden in november, maar het WK Sprint dat in januari plaatsvindt in Tialf, daar ligt de voornaamste prioriteit. Het was een onzekere zomer voor de dames die Jacori's controlploeg achter zich lieten en het avontuur aangingen. Het kwam op zijn pootjes terecht, maar dat was lang niet altijd zeker. Ja, het zijn wel intensieve maanden geweest, maar wel, we hebben heel veel hulp van buitenaf en dat vind ik gewoon heel bijzonder. En ja, daardoor hebben we dus wel gewoon goed onze schema's kunnen doen en wel onze trainingskampen kunnen draaien. Ja, dat vind ik gewoon, daar ben ik ook eigenlijk wel trots op, dat er toch mensen met je meedenken. En dat doet je gewoon heel goed. Want de voorbereiding die is dus niet in de soep gelopen, die heb je dus precies kunnen doen zoals je zelf wou? Ja, je moet wel een beetje een iets andere traject doen, maar we hebben gewoon zo goed als het kon het traject gewoon doorlopen. En eigenlijk staan we er gewoon conditioneel goed voor. Had jij ook op enig idee het moment van, ai, dadelijk gaan we geen ploeg vinden, geen sponsor vinden voor onze ploeg? Nou, dat is altijd wel weer, altijd komt alles wel weer iets op zijn pootjes terecht en... Nou, ik was daar niet heel bang voor, maar het is wel lekker dat het nu eindelijk rond is. Kan ik me voorstellen. Jullie hebben bij Team Liga hebben jullie niet te maken met mannen, wat je wel bij Control had. Speelt dat nog mee in enig opzicht? Nou, wij zijn gewoon met Annette en Margot heb ik natuurlijk al heel veel jaren getraind. En doordat wij toch aan elkaar gewaagd zijn en een bepaald niveau hebben en elkaar ook het gunnen, ja, maakt het gewoon heel sterk en kan je toch heel veel snelheid op een hoog niveau draaien. En ik denk dat dat nu onze kracht is van dit team. Dus daar heb je op zich, mannen hebben vorig jaar ook niet zo heel veel achtergeschaat. En de grote test die natuurlijk zit aan te komen, althans de eerste grote is de NK afstanden. Hoe sta je er eigenlijk voor en wat verwacht je van jezelf nog? Ja, voor mij is het gewoon afwachten hoe ik ervoor sta, net als iedereen eigenlijk. Ieder jaar is toch weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe ver ik ga komen.